Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag. Dit is de eerste keer dat ik praat, dus mijn ochtendstem is nog flink aanwezig. Deze week hebben wij onze voorstellingsweek. Wij gaan deze week onze eindvoorstelling spelen samen met het eerste jaar muziektheater klassiek. En ik heb er echt best wel veel zin in. We moeten vandaag en morgen nog heel veel doen in het theater. En dan gaan we woensdag en donderdag spelen. We spelen in totaal 4 voorstellingen. En ik heb er echt mega veel zin in. Ik heb gisteren dus een zonneallergie opgelopen hier. Zoals je ziet. En het jeukt echt enorm. Dus dat is echt super vervelend. Ik hoop dat het snel wegtrekt. Want ik heb er echt heel erg last van. Het wordt vandaag 30 graden weer. Nee, 33 graden zelfs volgens mij. En zo is het eigenlijk de hele week. Het wordt super warm en ik ben er echt niet heel erg blij mee. Want in het theater schijnt het ook super warm te zijn. Dus ik maak me daar een beetje zorgen om. Ik moet echt ervoor zorgen dat ik genoeg water drink. Want anders ga ik nokkie. Maar goed, eerst nog even naar school. Daar gaan we nog een doorloop doen. En dan gaan we vanmiddag naar het theater. En ik ga jullie proberen een beetje mee te nemen deze week. Want ik denk dat het wel heel erg leuk is om vast te leggen. Niet alleen voor jullie, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn klas. Gewoon überhaupt leuk om vast te leggen. Dus ja, heel erg veel zin in. Violinde! Met appeltjes kan ik niet genieten. Ik hou niet van spruitjes en ook niet van gebakken spek. Yes. Dit is my life. Mijn moeder zei altijd, dit ben jij. Wat is dit? Sprookjes Wonderland. Laat even in de reactie weten als je dit kent. Het lijkt me heel leuk als jullie dit kennen. Dit is echt het leukste ever. Nou, Julia, kan je even je bek houden? En dan ben ik ze niet. Ik probeer even de eindvoorstelling te vloggen. Ik ga wel naar de gang. Ja, we hebben in ieder geval net al gerepeteerd. Het was super leuk. Nee. Stop, hou op. Ik word helemaal afgeleid. We hebben vanochtend dus gerepeteerd met Mia. En nu moeten we om 3 uur in het theater zijn. En dan gaan we de lichtstanden doen. Superleuk. En nu ga ik de kleding laten zien. En ik heb echt last van mijn... Ik weet ook niet wat het is. Ik dacht eerst zonneallergie, maar nu zegt iedereen dat het die processierupsen zijn. En ik ben een beetje in paniek, maar goed. Hè? Hier hebben we chaos. Heel veel kleding. Je bedoelt onze voorstelling, dat is ook chaos. Ja. Twee geliefden zijn aan ze. En dan komt iemand in. Ik was zo lang alleen onderweg. Toen zag ik jou, mijn lieve prinses. En nu zijn we altijd samen. Morgen. En dan gewoon weglopen. Oh hey. Hey allemaal. Het is vandaag dinsdag. En we gaan vandaag 2 doorlopen doen in deze bloedhitte. Schiet ons neer. Ik ga nu even de zaal laten zien. Ik ga net het geweer testen. Oh ja, dan kunnen we dat mooi even filmen. We hebben dus een pistool. Leuk. Yeah. Ja, helemaal leuk. Ah. Oké, dit is onze zaal. Dit is ons decor. Helemaal leuk. Is mijn kapsel? Ja, dat is helemaal mooi. Lisanne heeft mijn haar mooi gedaan. Wil je het even goed laten zien? Jij kan het beter filmen. Oh, ik val. Ja, maar het wordt nog losser en mooier. Ja, maar dat komt morgen. Ja. Oh.
even inzingen. Nou, mijn make-up zit erop hoor. Yes. Hallo. Hey, Chris. Het ziet er wel mooi uit, Chrisje Pits. Heb je er zin in als politie? Ik heb een heel... Ik ben geen politie. De rechter tuurt me niet. Ik heb een keukentje zin in. Keukentje. Succes, toi toi toi, hè, Frits? Saris. Dank je. Veel plezier, viele spaas. Saris. Oké, auf Wiedersehen. Saris. Dit is de look. Oh ja, yes, girl. Dit is het. Ik bedoel, niks anders doen, niks anders. Ik was niet eens zo. Ondertussen is Pam is de goede. Oh, we zijn over de queen. Zo hard SLB aan het maken. Ja, en wij zitten hier gewoon lekker. Weet je wat wel heel vervelend is? Ja? Dat je, ik wil altijd naar mezelf kijken, maar ik wil daar kijken. Ja. Maar dan ben je zo asociaal. Oh, kijk nu weer naar mezelf. Ja. Hey, ik ben Pam. Welkom bij mijn nieuwe vlog. Ja. Wil je helemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe week? Hey, ik heb deze week echt goed gevlogd. Deze week heb je echt heel goed gevlogd. Een beetje voornemen. Ja, we zullen het even zeggen. Kijk eens aan Pam. Pam heeft super goed gevlogd. We zijn zo trots op haar. Nou, het is nu een half uur voor aanvang. En ik zie dat mijn poeder een beetje heel licht is. Maar hebben we er zin in? Ja! We gaan nu de tweede voorstelling zo meteen spelen. Nu ben ik ensemble. Ik ben al steeds. Maar wel nog steeds shining. Ja, met mijn vlechten in haar. Dit is wel leuk hoor, dit is ook leuk omdat het ja, ik vind het ook wel leuk. Maar... En het is lekker makkelijk. Ik kan niet. Ga ik morgen ook doen hoor. Goedemorgen. Het is vrijdag vandaag. Ik heb gisteren niks meer gevlogd in het theater. We hebben onze laatste twee voorstellingen gespeeld. Het was echt super leuk. Ik ben nu wel blij dat het voorbij is, want het is wel weer mooi geweest. Maar het was wel echt heel erg leuk. En vandaag ga ik dozen verhuizen, want ik ben aan het verhuizen. Maar ik maak daar een aparte video voor, dus daar gaan jullie in deze week vlog niet zoveel van zien. Dus ja, wij gaan vandaag de hele dag eigenlijk spullen brengen en schilderen en... Ja, maar dat gaan jullie allemaal in mijn verhuisvlog zien, dus ja. Goedemorgen, het is inmiddels maandag en de afgelopen dagen ben ik heel slecht geweest met vloggen. Want ja, ik ben natuurlijk heel bezig geweest met mijn huisje, daarna nog druk geweest dit weekend. Ik heb nog meegeholpen bij de MAF jongeren, die deden een voorstelling en ik heb backstage geholpen de hele dag. Dus daarom is het vloggen er een beetje bij ingeschoten. Maar goed, ik hoop dat deze week vlog alsnog leuk was. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!